Lamentsolidificatie, weer een nieuwe Arma 3 Alpha aflevering. En we gaan hier de tweede showcase laten zien. De vorige eerste episode hebben we natuurlijk de Infantry Showcase laten zien. We gaan hier vandaag natuurlijk de Scuba Showcase doen. Er zijn nog twee andere. En we hebben natuurlijk nog al die multiplayer mods en weet ik wat allemaal die we nog kunnen doen. Maar in ieder geval, we gaan de Showcase Scuba doen. Heb ik hem nog niet gedaan. Dus ik ben erg benieuwd. Ik heb hiervoor gewacht totdat ik zeg maar tijd had om dit op te gaan nemen. Ik heb de laatste tijd veel gelivestreamd en mijn internet knalde er steeds uit, maar goed. Showcase Scuba. Experience Armor 3's new underwater environment. Swim undetected up the coastline and disarm the underwater mines protecting an enemy camp. Okay, whatever. We moeten dus gewoon die mijnen naar de flikker helpen. We moeten dus gewoon die mijnen disarmen. Lijkt me een goed plan. Let's do this. Let's do this, man. Oh ja, er is een nieuwe DayZ devblog uitgekomen. Gaat over de over wat ze nou eigenlijk hebben gedaan. En het ziet er allemaal wel tof uit. Ze zijn nu in testfase. De forum mods en de Reddit mods dingen. Gasten. Die hebben nu toegang. En daarna zullen waarschijnlijk de streamers volgen. Ik ben er niet één van, maar ik bedoel van, we kunnen dus de eerste content binnenkort verwachten, lijkt mij. Anyway, laten we beginnen. Scuba diving. Hallo? Good luck, Corporal. Take a deep breath. Thanks, Jimmy. All right, here we go. Oh, 7. Papa Bear to Omega. Maintain radio silence during the op. Report in once you complete your objective. Okay, wat moet ik nou doen? Papa Bear out. Okay, H. H for details. Aim down, W, X, S, X, Z. Oké. Move it, W-A, S-A-D. Oké, blijkt me dat ik in het water moet, want het is ook scuba diving, dus... Let's go. X om naar beneden te gaan, Z om omhoog... X om omhoog te gaan, Z om naar beneden te gaan. Klopt dat? Nou, verkeerd. Ja, kijk eens. X ga je omhoog, Z ga je naar beneden. W-A, S-D om verder te bewegen. Nice. Underwater weapon. Shooting normal guns underwater is impossible. Is a special weapon that withstand higher pressure. If loaded with a dual proposed mag, it becomes an effective weapon for underwater combat. Okay. Ze hebben de speciale onderwaterwapens, dat wisten we niet. Tenminste, ik wist het niet. Ik dacht ze schieten gewoon... Ja, oké, okay. Ik wist het aan de ene kant, wist ik het wel. Je kan natuurlijk gewoon niet een normale gun schieten onder water, maar... ik dacht gewoon, ze schieten gewoon niet onder water. Maar goed, blijkbaar dus dit wel. Goed, ik denk dat we naar de mijnen toe moeten. En het ziet er eigenlijk best wel sick uit. Vroeger in Arma 2 kon je niet echt onder water dingen doen. Dus tenminste, voor zover ik weet. Het zou best zo kunnen zijn dat het wel zo is. Zet het dan alsjeblieft in de reacties, dat ik weet het niet. Maar voor zover ik wist, Arma 2 kon het geloof ik niet echt. Maar het ziet er wel sick uit, hè? Holy shit. Dat is echt sick. Dat is echt... Het ziet er echt gewoon best wel realistisch. Oké, daar weer. There's a mine here. Mine detected. Yep. En wat moet ik doen? Artillery precise effective defended armor. Huh? Point at the target. Press. Dingetje. Moet ik dat serieus doen op deze mijn? Moet ik serieus de dat lijkt me wel artillery support. Dus I don't know. Select communications artillery strike. Choose artillery. Wacht even, ik kies hem. Coordinates not selected. What? I don't get this, bro. Disarm. Oké, waarschijnlijk moeten we er gewoon naartoe zwemmen. Come on, disarm. Deactivate mine. Oh, there we go. Ik dacht al, jongen. Ik dacht al, waarom de fuck zou je fucking artillery moeten droppen op een mijn? Maar, oké. Zwemmen gewoon wat rond. In tussen de visjes. En dan deactivaten we deze mines. De game is €25 op het moment. Voor wat ik heb gespeeld vind ik het zeker het geld waard. 100%. Ik had misschien zelfs die supporter edition. Qua geld zijnde was het waard geweest. Aan de andere kant wil ik ook graag nog giveaways kunnen doen en dergelijke. Dus op stream. Omdat ik dat ook leuk vind om te doen. Dus is het slim om boven water te gaan? Nou, I don't know. In ieder geval deze mines moeten eruit. Ja, mine detected. Let's go. Deactivate. Deactivate mine. There we go.
Hoeveel mijnen moeten we eigenlijk? Want, I don't know, man. In ieder geval, het ziet er sick uit. Dus laten we eens even een beetje meer naar onder gaan. Eens even kijken wat er allemaal op de bodem zwemt. Zwemmen er ook haaien? Lijkt me niet, want anders hadden ze me niet deze missie gestuurd. Dan was ik nou... Oh, wait a second. Oh, wait a second. What the fuck zijn dat voor beesten? Zijn er ook haaien? En op dat moment zwemt er een enorme vis hier. Ik denk niet dat het haaien zijn, want... Aan de andere kant, waarom zou je anders mijnen neerleggen? Je hebt toch ook van die... Nou ja... Mijnen zijn niet voor haaien. Nevermind. Dat slaat nergens op. There we go. En waar... Dat is het? Hebben we nu alle mines down gegooid? Ja, we hebben alle mines down. Saving the game. En wat gaan we nu doen? Wat is nu het plan? Even boven water. Acquire an AA launcher. Dat is hier? Wow. Waar moet ik dat vandaan halen, bro? Hier, acquire AA launcher. Oké, okay, let's go. Acquire launcher, dat zijn anti-air launchers. Waarom de fuck heb ik een anti-air launcher nodig? Oh god. We gaan toch geen fucking vehicles uit de lucht knallen, toch? Oh god damn it. Oh god damn it. Oké. Okay. Naar boven water. Gaan we daar naartoe en pakken we even die... What the fuck? Ik zit vast. Ik zit vast! Oh, op, there we go. Oké, okay, ik ben wel gewoon gaan liggen, want ik zat vast. Oh shit, er zijn daar mensen. Zijn dat mensen? Zijn dat onze mensen? I don't know. Wacht even, wat? Zijn dit onze dudes? Zijn dit... Word ik nou beschoten? Oh shit. Volgens mij heb ik beschoten. Shit, 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 shit. Get down, get down. Oh god, damn it. Nee, ga weg. Onder water. No problem. No problem. Waarom moet ik beschoten? Oh, ik had moeten stealthen, zeker. Sit down, bro. Oh shit, hij leeft nog. Oké, okay, even naar de zijkant. Met control kun je die stances doen. Heb ik hem? Volgens mij heb ik hem. Oh god. Shit, ik heb ademdingen. Oh crap. Oh god. Dit is chaos as fuck. Oké, okay, come on. You can do this. Die heli komt er wel aan, maar no problem. We sneaken wel even op ze. Op ze af, oké. Okay. Third person mode. Te kijken waar ze zitten. Daar zitten dus een aantal dudes. Oh, het is de alarm alweer klaar. Oké, okay, nu gaan we dus met control. Gaan we dus even die stances laten zien. Je hebt dus verschillende stances. Je kan dus naar beneden, omhoog. Oké, okay, dan gaan we dus nu over het muurtje die gas dus kop knallen. Is hij dood? Waarom is hij niet dood? What the fuck? Oké, okay, wacht even. Oh, nog een keer. Oh shit, hij komt hierop af. Fuck, ik schiet als een mongool, jongen. Oké, okay, ik heb totaal geen tactisch vermogen, blijkbaar. Die is down. Dat is één in ieder geval. God damn it. Ik had het sneaky willen doen, maar helaas. Ik val weer echt gewoon veel te hard. Oké, okay, ja, daar ligt hij. Fuck, ik mis alles. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Waar is hij? Oh, crap. Oh, crap. Oké, okay, als we nu naar beneden gaan en dan naar links kijken, dan kunnen we precies om die auto heen schieten. Ik raak hem gewoon niet. What the fuck is dit voor shit? Oké, okay, ik ga wel helemaal hier zo staan. Vanaf hier moet ik hem makkelijk kunnen raken. Right. Like, what the fuck, guys? What the fuck? Dat slaat nergens op. Oké, okay, wat moet ik doen? Jesus. Of dit wapen zegt gewoon keiharde poep. Of de hitboxes falen gewoon echt zo. Is dat van daar? In ieder geval, hier moet wel een AA-ding in zitten. Oké, okay, give me that.
Ook wat granaten. En onze first aid kits. En missiles natuurlijk. We willen natuurlijk missiles hebben. Take down the helicopter. Sure, man. Gonna do it. Gonna do it. Oké, wacht even. Even wat extra rockets pakken, want ik weet gewoon dat ik ga falen. Switchen naar de RPG. En dan gaan we richten. Kan ik hem gewoon zo schieten? Is hij lock? Is dit met een lock? Ben ik nou gewoon te laat? Of ben ik nou... Serieus, heb ik het nou gewoon verneukt? Alweer, net zoals de vorige missie. Oh crap! Oh crap, I'm gonna shit on. Oh crap. Oké, we hebben granaten. Ik val zo hard, hè. And I love it. Oké, de granaten gooien. De smoke grenade? Was dit de bedoeling? Oh Jesus. Oh crap, getting shit on. Waar is de heli? Oké, treat myself. Oh jeez, ik ben zo'n faalhaas, hè. Volgens mij... Oh man. Oké, zit er ook een goed wapen in deze auto? Oké, die granaten die neem ik mee. Oké, you know what? Fuck dit! Fuck dit! Oh Jesus. Getting shit on. Zij kunnen ook niet schieten, maar ik kan hun ook gewoon niet raken. Ik snap niet waarom. Ja, ik kan allemaal op jullie eigen auto, bro. Kan ik in de auto? Ik kan niet eens in de auto. Dit soort schoten zijn toch gewoon raak? Nou, die laatste dan niet, maar ik bedoel van... Die daarvoor, die was gewoon raak. Wat? Oh, de effective range is 30 meter. Nou ja, dit is toch wel ongeveer 30 meter. 60 meter, oh crap. In dat geval... heb ik echt een nieuwe gun nodig. Zit er misschien... Oh, goddammit. Ik moet even een van die gasten zijn gun pakken, want dit is echt waardeloos. Oké, bro, heb jij nog een normale gun? Yup, hij heeft een... Oh, god damn it! Hij heeft geen... Geef me je ammo ook, bro! Give me your fucking ammo! Please. Oh, shit. Ik ben beschoten. Geef me ook je binoculars. Dank je. Ammo. Yes. Ammo. Waarom? Ik heb ammo gepakt! Ik heb goddamn ammo gepakt! Stop het erin! Gaat er het andere ammo? 6.5. Oh shit, hij heeft een verkeerde ammo bij zich. Wauw. Oh, ik hoor de heli. Hoor ik de heli? Ik hoor de heli. RPG time. RPG. Get in for it, man. Let's go. Boom. Take down the helicopter. Dat was best wel makkelijk. Another job well done. Dank je. Dank je. Ik ben ook best wel goed, blijkbaar. Ik heb zo hard gefaald. Heb ik de missie nu klaar? Nee, ik dacht al. Exfiltrate. Oh crap. The fuck was dat? Oh shit, we worden beschoten. Oh crap, ik heb ook geen ammo. Shit. Gear. Oh crap. Oké, wacht even. Wacht even, we taken de fucking... We pakken wel gewoon die boot. Met een RPG, you know? Fuck you, boat. Sabotage the boat. Fuck you, boat. Niemand mag jou. Oké, treaten we onszelf even. Dan pakken we even onze gun terug, want dan kunnen we tenminste weer wat. En dan gaan we kijken. Anders schiet ik gewoon... Oh, wacht eens even. Anders schiet ik gewoon even al die gasten neer met een RPG gewoon to the face. YOLO. Alles. Suck it! Ik weet niet of ik hem heb, maar... Als ik hem niet heb, zou dat best wel... Vanaf waar ben ik nou weer beschoten? Hou eens op! Au, fuck. Waarom heb ik nou weer beschoten? Tree. Oké, give me your weapon. Ik wil mijn oude wapen terug. Die had blijkbaar wel ammo. Die had blijkbaar fucking ammo. Oké. Oké, wie schoot? Die krijgt een fucking bullet door zijn hasses. Komt u maar. Of niet. Of niet. Oké, let's go. Ik heb flipfloppers. Oh nee, die flipfloppers heb ik uitgedaan. Run. Run. Zonder dat ik neergeschoten word, alsjeblieft.
Nu zien we niet. Exfiltrate. Ze moeten nu gewoon weer peren. Maar waarom ik de auto niet kan pakken? Geen flauw nog. Oh! God damn it. Give me your gun. God damn it. Zo, wat had ik daar geluk. Holy fuck. Hij heeft ook geen ammo. Heeft hij al zijn ammo opgeschoten? Wauw. God damn it. Vandaar dat hij hem ook niet neerschoten, waardoor hij had me al lang neer kunnen schieten. Oké, niemand ziet mij. Niemand ziet mij. Oh crap, niemand ziet me. Iemand ziet me. Ik heb pijn. Treat yourself. Ik ga daar waarschijnlijk dood. Ik ga waarschijnlijk dood. Ah, oh, getting shot at. Maar hij mist. Gelukkig. Treaten. Oké, rennen. Ren de berg op, boy, rennen. Oh, Jesus. Oké. We hebben het gehaald. Het ging niet... Ik heb volgens mij eigenlijk gewoon alle regels gebroken die deze missie, zeg maar, om deze missie goed te kunnen halen. Volgens mij heb ik al die regels gebroken. Stealthy zijn, niet gehaald. Destroy the chopper. Chopper vliegt langs. Ik heb die chopper vergeten neer te knallen. Komt die daarna gelukkig nog wel weer terug. Maar holy fuck. Oké, we zijn terug. Hebben we dit stukje maar gezwommen? Oké. Nou, we zijn er weer. Ik kom wel een beetje op een rare manier terug. Maar hey jongens, ik ben er weer. Hi. Oké. Nou ja, dit was de missie, denk ik. Fun for today. Let's head home. Papa is Bear, goed. O7. Objective complete. Ready to RTB. Nou, dit was de scuba diving missie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Missen dat, denk ik. Of gaat er nu nog iets gebeuren? Nee, dit was hem. Bedankt voor het kijken. Ik heb hem gelukkig gehaald. By the way, dit spel kost €25 op Steam. Ik zeg kopen met die hap als je de game aan kan, tenminste. Ik zeg bedankt voor het kijken. Druk op die subscribe button als je nieuw bent. Welkom allemaal. Dan, ik ben Boyd. Ik maak YouTube-video's. That's it. En ik stream. By the way, dat ook nog. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Druk op die subscribe knop. En ik zeg bedankt voor het kijken. Dat zei ik net ook al, maar fuck it. Peace out.